Grooming komt steeds vaker voor in de stad. Grooming is een methode van oudere mannen om via social media seksueel contact te krijgen met relatief jonge meisjes. De mannen proberen vaak een zogenaamd vriendschappelijke band op te bouwen en strooien met cadeaus. De vaak wat eenzame en naïeve meisjes trappen er relatief eenvoudig in. De politie vraagt nu extra aandacht voor het fenomeen en wil met een theaterstuk de jeugd voorlichten. Situaties die plaatsvinden is dat een vaak volwassen man contact zoekt via het internet, via een chatbox bijvoorbeeld, met een meisje. Doet alsof hij zelf ook een jaar of 16, 17 is. Nou, op dat moment ontstaat een chatgesprek met een meisje, waarin lijkt dat ze elkaar erg leuk vinden. En gaandeweg het proces ontstaat een soort vertrouwensrelatie. En dan wordt zo'n meisje bijvoorbeeld gevraagd om via de webcam haar kleding uit te doen. Nou, vaak zie je in dit soort gevallen dat er toch sprake is van zoveel vertrouwen dat het meisje dit doet. Ja, de beelden die worden opgeslagen en die worden gebruikt, schuinstreep misbruikt. En op die manier heb je te maken met grooming. Hoewel de politie denkt dat grooming een groeiend probleem is, zijn er geen cijfers bekend van het aantal slachtoffers. We hebben niet direct cijfers van grooming. Dat komt omdat het vaak nog wel een soort van taboesfeer is. Als het je overkomt, een meisje die het is overkomen, zwijgt, vertelt niks, schaamt zich. Als we er al achter komen, ja, dan is het soms ook lastig om er echt iets aan te doen. Maar het is wel iets wat gelukkig steeds meer ook bekend wordt. En als het bekend wordt, kun je er ook wat aan doen en in preventieve zin ook voor waarschuwen. In samenwerking met een theaterproductiebureau wordt nu gewerkt aan een toneelstuk waarmee jonge meisjes de gevaren van grooming leren kennen. Preventie, het waarschuwen, is het meest belangrijke wat we kunnen doen als politie. Er zit vaak een mate van schaamte in. Mensen komen dus niet heel snel bij de politie als het te maken met grooming. Maar door het open over te spreken en vooral via een toneelstuk op scholen, is het, denken wij in ieder geval, een fantastisch middel om mensen te waarschuwen voor grooming. Niet alleen de kinderen op school zelf, maar eventueel ook thuis aan de etenstafel. Want de kinderen vertellen vaak wat ze hebben meegemaakt op school en dat het ook op die manier een gespreksonderwerp wordt.